GGD Haaglanden zegt niet sneller te kunnen prikken door de beperkte hoeveelheid aan vaccins. Er is veel onvrede over de volgens velen te trage voortgang van de inentingen. Nederland staat momenteel onderaan de lijstjes in Europa als het gaat om het aantal vaccinaties. In de Haagse regio heeft nog maar 70% van de 13.000 zorgmedewerkers de eerste prik al gehad. Vanaf aanstaande maandag wordt gestart met de tweede prik. Minister Hugo de Jonge erkent dat hij in het begin voorzichtig is geweest in het voorraadbeheer. Hij wijst er ook op dat de snelheid van de leveringen van de vaccins de vaccinatietempo bepaalt. Om in te lopen op de achterstanden wordt volgens de Jonge de komende weken meer geprikt. De Tweede Kamer gaat komende zomer definitief verhuizen naar een ander onderkomen. Het Binnenhof is toe aan renovatie omdat het complex al jaren niet brandveilig is. De Tweede Kamer wordt verplaatst naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. De verbouwing was afgelopen jaren onderwerp van felle discussie. Een deel van de Kamer twijfelde aan het nut en de noodzaak van de verhuizing. Ook zou het volgens Kamerleden goedkoper zijn om tijdens de renovatie op het Binnenhof te blijven werken. Uit een analyse blijkt dat de renovatie €500 miljoen duurder kan uitvallen als de Kamer niet verhuist. Het pand aan de Bezuidenhoutseweg is voor €160 miljoen verbouwd om als tijdelijk parlementsgebouw te kunnen dienen. Als alles volgens planning verloopt, zal de Tweede Kamer over ruim 5 jaar weer terugkeren op het Binnenhof. Het nieuwe haringseizoen gaat dit jaar door, ondanks de corona-onzekerheden. De traditionele veiling van het eerste vaatje haring is op 15 juni. Een dag later is de vis overal te koop. De opbrengst wordt dit jaar geschonken aan Stichting Ambulancewens. Het evenement werd vorig jaar vanwege de coronacrisis afgelast. De haringen van het eerste vaatje werden toen uitgedeeld aan medewerkers in de zorg, als dank voor hun inzet tijdens de coronapandemie. Of het feestelijke evenement Vlaggetjesdag dit jaar ook doorgaat, is nog niet bekend.